De Brunsopse Christen-Democraten ofwel de BCD doen de komende gemeenteraadsverkiezingen niet meer mee. De fractie heeft besloten geen nieuwe kieslijst in te leveren. En daar is een reden voor. Nou, um, op de eerste plaats natuurlijk omdat uh, er een aantal mensen zijn die zeggen: het is genoeg geweest. Ik ben zelf 70 jaar. Ik heb uh, een halve vark gehad, een ruiterambulie. En dan zeg je op een gegeven moment ja, uh, niet de goede dingen in drieën. Dat willen we dus voorkomen. Maar um, ja, je moet natuurlijk wel kijken dat er dus uh, ook uh, opvolging is. En die is er op het ogenblik niet. Wij krijgen dus uh, geen lijst bij elkaar. Ja, het is natuurlijk zo dat uh, niet alleen wij als uh, BCD daar problemen mee hebben. maar ook heel veel andere partijen ook, hier in Bruns. Je merkt het gewoon dat uh, de interesse in de politiek toch een stuk minder is. Er komt heel wat werk op je af als je, dus inderdaad, fractie, lid of als ondersteuning. Of als raadslid uh, je werk fatsoenlijk wil doen, dan ben je toch wel wat uren kwijt. En daar zitten maar weinig mensen op te wachten, zo te zien. Na een dertigjarig bestaan, vaarwel zeggen, zal niet makkelijk zijn. Nou, ik moet zeggen, dat, is, uh, dat doet pijn. Ik heb daar uh, best slapeloze nachten van gehad. Uh, echt gestruggeld van, uh, verdorie, uh, krijgen we niet een fatsoenlijke lijst bij elkaar. Maar helaas, uh, alle mensen die wij benaderd hebben, die. Uh, Gaven of aan van ja, natuurlijk wil ik jullie helpen en steunen achter de schermen. Uh, gaven ook aan van uh, ja, ik wil er eens over nadenken. Maar eigenlijk komt het me allemaal net even te vroeg. Uh, ja, was een verdomd pijnlijk besluit. De vraag nu, natuurlijk, welke invloed gaat het wegvallen van de BCD hebben op de aankomende verkiezingen? Wijken kiezers uit naar andere christendemocratische partijen of blijven ze toch lokaal stemmen? Ik verwacht. En misschien hoop dat we toch weer de lokale partijen, omdat die dus de afgelopen periode het heel erg goed gedaan hebben, dat, ze ook die steun, dat we ook die steun weer voor, voor, voor die mensen krijgen om naar een lokale partij te gaan. Maar je weet maar nooit niet wat er gaat gebeuren, natuurlijk. En weet u misschien zelf al waar u op gaat stemmen komen de komende gemeenteraadsverkiezingen? Uh, nog geen moment aan gedacht. Daar ben ik nog te veel met de BCD voor bezig.